denk dat toch iets is dat terugkomt. Denk dat we, het is niet de eerste keer dat we op voorsprong komen, denk ik, en dat we weggeven. Het is al meer gebeurd. Het is vorige week gebeurd. Het is 2 weken geleden gebeurd. Dus het is spijtig dat dat moet gebeuren. Want het moeilijkste is eigenlijk iedere keer gedaan. Maar dan geven we toch nog weg eigenlijk. Oui, frustrant, hein, quand tu gagnes 2-0 et que tu te fais rattraper ainsi. Surtout que sur la physionomie du match, ils n'ont pas énormément d'occasions. Maintenant, c'est le foot. C'était à nous peut-être un peu plus de serrer, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on perd des points ce soir, alors qu'il y avait moyen vraiment de prendre la victoire. Ik denk dat Anderlecht zoek spelen bij momenten. Dan valt dat eerste doelpunt een beetje ongelukkig. En dan weet je dat de druk gaat aanhouden. En dan is een beetje verhaal van het seizoen. Dan valt dat doelpunt nog. En dan heb je 1 punt en daar zit je niks mee op. Ja. Aan welke details ligt dat dan? Dat je dan toch nog dat gelijkspel moet toegeven? Ja, oké. Misschien wel individueel foutjes. Wat pech ook, oké. En kan je hier de 3 punten pakken, dan doe je een mooie zaak. Je speelt een fantastische match op een moeilijk veld. Dan zit weer de ambiance erin. Dan goed, oké. Dat is heel zuur. Ja, je scoort ook vandaag. Heel mooi doelpunt, hè? Ja, vooral een mooie actie, denk ik. Beetje geluk bij de afwerking, maar oké, dat telt niet. Als je zo'n actie doet, is het belangrijkste is dat hij tegen de netten zat. En ik was er wel heel blij mee. En dat gaf ons toch een beetje ademruimte, maar blijkbaar niet voldoende. Ja. Deze wedstrijd moet wel vertrouwen geven naar de komende wedstrijden op club ook, om toch wel een heel goede prestatie neer te zetten, hè, vandaag. Ja, zeker. Ik denk dat we ook bewezen hebben in de heenronde dat we misschien wel iets meer kunnen tegen dit soort ploegen. En vandaag hebben we dat opnieuw getoond en hopelijk kunnen we dat volgende week opnieuw op de mat leggen. Ja, we weten dat we elke ploeg aan kunnen als de ploeg er staat, als iedereen voor elkaar knokt. En vandaag was dat weer het geval. En dat is het kortrijk dat we de volgende week weer moeten zien.